In deze korte video leg ik uit hoe je kan nagaan of een wet of een decreet reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Ga naar de website van het Grondwettelijk Hof. Klik hier op Welkom. Klik op Zoekmotor. Klik hier op Getoetste normen. En vul hierin bijvoorbeeld Burgerlijk Wetboek. Klik op Zoeken. En hier ziet u in verband met het Burgerlijk Wetboek een aantal artikels die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Niet alleen wordt de lijst hier verspreid van het Burgerlijk Wetboek, maar ook van alle andere opschriften waarin de termen Burgerlijk Wetboek verschijnen. Ik ga nu Gerechtelijk Wetboek proberen. Gerechtelijk Wetboek. Klik op Zoeken. En ook hier ziet u verschillende gerechtelijk wetboek en de verschillende artikels. En ook nog andere wetten waarin de termen gerechtelijk en wetboek verschijnen. Er kan niet alleen op wetboeken gezocht worden, maar op elk woord van een bepaalde wet. Ik denk bijvoorbeeld aan de wet op de opschorting, uitstel en probatie. Ik geef het woord probatie in. Probatie. Klik op Zoeken en u ziet dat wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie verschijnt. Opgelet, het lijkt enige tijd te duren vooraleer de databank wordt aangevuld. Ik ga hier bijvoorbeeld naar de laatste arresten. Ik heb hier een arrest bijvoorbeeld betreffende de geneesmiddelen, arrest 116/2019. Ik ga naar de zoekmotor. Ik ga naar de geneesmiddelen ingeven. Klik op Zoeken. En u ziet dat hier nergens een arrest verschijnt van 2019. U moet er dus zeker rekening mee houden dat het enige tijd, soms maanden, kan duren vooraleer de databank wordt aangevuld.